vandaag en welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. Mochten jullie mij nog niet kennen, ik ben Angelique van magischegeurtjes.sensie.nl. En mochten jullie getrippel horen, en ik weet ook niet of ze zich in deze vlog wil laten zien, dan horen jullie op de achtergrond Arya. En ja, ik kreeg hem als nalevering vandaag eindelijk binnen. En ik denk, ik ga met jullie uitpakken. En dat is de Glitter Magenta. En de Glitter Magenta is van de Valentijnscollectie. En vandaag zijn er, als het goed is, nog wat enkele producten erbij gekomen in de webshop. Dus dan moet je echt kijken op magischegeurtjes.sensie.nl. Dan heb je aan je linkerkant een kolommetje waar je uit dingen kan kiezen. Waaronder het kopje collecties en dan vind je de Valentijnscollectie. En als het goed is, ook op, als je de page gewoon opent, dan heeft het ook echt gewoon op de pagina gewoon een heel groot stukje banner voor de Valentijnscollectie. En klik je daarop, dan word je daar ook naartoe doorverwezen. Enkele mini warmers, waaronder de Glitter Magenta, die zijn al uitverkocht. Ook bijvoorbeeld de Best Pels Waxcollectie, inmiddels ook uitverkocht. Die was trouwens heel snel uitverkocht. Maar die waxset is de waxbare individueel. Zijn nog wel los te verkrijgbaar in je Sensi Club. Nog in ieder geval de komende paar weken. Zodat je in ieder geval die alsnog, als je die aan je clubabonnement toevoegt. Ja, dan kom je in ieder geval toch nog aan die waxbare. Heb je nog geen Sensi Club abonnement en je denkt, wat is dat? Sensi Club abonnement is een abonnement wat Sensi in leven heeft geroepen. Waarin je de waxbaren die jij helemaal super vindt, erin kan stoppen. Want sommige waxbaren of van de speciale collecties, zoals bijvoorbeeld de Best Pels set of de Catching Z collectie. Ja, die zijn dan waarschijnlijk uitverkocht. Maar als je denkt van, oh, maar dat vind ik zo'n lekkere geur, daar kan ik niet van buiten. Kan je die toevoegen aan je Sensi Club abonnement. En Sensi blijft dan speciaal voor jou als klant die geuren aanmaken. Dus dan kan je die alsnog op die manier weten te krijgen. Een geur is tot 30 dagen na uitkomst in je Sensi Club abonnementen toe te voegen. Dus, maar goed, ondertussen heb ik al de deksel al geopend van de Glitter Magenta. En hoewel deze is uitverkocht, wil ik hem toch nog heel erg graag aan jullie laten zien. En de Glitter Magenta, als ik die uitpak, ja, kan je eigenlijk vergelijken met de Glitter Zilver en de Glitter Roze Goud. En het is een glas keramica warmer. En echt heel veel. Nou, het is net suikerspin roze bling wat er bovenop zit. Het schaaltje daarentegen is doorzichtig glas. En ja, ik adviseer altijd trouwens in een mini warme, behalve bijvoorbeeld de Seashore warme, want daar kunnen er dan twee in. Maar over het algemeen doe niet meer als één blokje wax in je mini warme. En nu heb ik alvast mijn tafelmodel al klaargezet. Maar ik moet nog even het lampje erin draaien. Zo. Dat was ik vergeten te doen. Zo. En dan kan ik hem ook heel even aan jullie laten zien. Dit is toch de goede. Ja. De glazen basis. En de glazen basis is even anders dan de keramieke basis, omdat er een soort van schroefdraad op zit. Ik zal heel even de basis aan jullie laten zien. Er zit een soort van schroefdraad op, dat je de glazen warmer er dan op kan draaien en dan fixeert hij zich. Zo. En die gaan we heel even aanzetten, zodat jullie ook kunnen zien hoe dat hij is als die aangaat. En hij geeft in ieder geval een heel mooi warm licht. En hij is ook echt zuurstokroze. Helaas is deze fantastische warmer niet meer te verkrijgen.
Ik weet ook niet of er nog een aantal nageleverd zullen worden. Dat weet ik ook niet. Want deze warme is was ook echt binnen een aantal dagen uitgebracht. Althans uitverkocht. Niet alleen uitgebracht, maar uitverkocht. Dus ja. Maar goed, ik heb hem wel in ieder geval aan jullie kunnen laten zien. Zodat jullie in ieder geval wel een idee hebben hoe dat hij in ieder geval is. Mocht je hier vragen over hebben, stel ze gerust hieronder in de comments of via een pb'tje. Laat het weten. Maar goed. Jammer dat hij helaas niet meer beschikbaar is. En ik vond hem zelf zo super. Dus deze is voor mij bedoeld in ieder geval. Voor nu laat ik het hier in ieder geval bij. Arja die laat haar neus ook even niet zien. Die denkt het is goed met je vandaag. Ook namens Arja wens ik iedereen een hele fijne middag. En tot de volgende keer. Groetjes! Doeg!